Hallo allemaal, ik ben Jovino en welkom bij de zevende wedstrijd alweer van de Wereldbeker. Het is trouwens de eerste wedstrijd van het nieuwe wielerseizoen en we gaan meteen van start met de omloopend nieuwsblad: een kassei-klassieker, of toch een kassei-semi-klassieker, niet de topklassieker natuurlijk. Maar het is toch wel een leuke koers om het Wereldbekerseizoen mee verder te zetten. Als we kijken naar de favorieten zien we daar aan de als vanavond, match, Jubei, Sahan, Nassen en allemaal andere van die top is. De vraag is natuurlijk wie er zal kunnen winnen en of dat Michael Matthews zijn ledensplaats had kunnen verdedigen in deze wedstrijd. We zelf zullen rijden met Wallonie, Bruxelles en uh, we hopen ook te kunnen meden voor een top 10 plaats. En we komen erin op bijna 60 kilometer van de streep En je ziet dat Kenny de Haas in de koproep zit. Samen met Cummings de Vreese en nog wat anderen. De Haas was net gelost. En uh, we hebben dus net voor de Ekenberg kunnen terugkeren. En in het peloton zit onze kopman Maxim van Tomme ook nog altijd vooraan. Alex Kiers was de mede-kopman, Zit ook nog in het peloton. Maar is natuurlijk... Uh, een iets minder dagvorm en uh, daarom Maxim van Tomme enige kopman op dit moment. Kevin Ista is de man die hem momenteel moet beschermen om hem voor in het peloton te houden. Wat niet al te makkelijk is met al die toppers die hier vooraan zitten. Het is trouwens wel nog het uh, 2017-parcours, want het nieuwe parcours van de Omloop het nieuwsblad zit nog niet en PCM heb ik toch nog niet gevonden in de workshop. Dus uh, we gaan het op het 2017 parcours houden. Een iets makkelijker parcours vind ik zelf. dan uh, zien we niet. In de slotfase niet over de muur en over de bosberg moeten. En in het slot is het hier redelijk vlak dus. We zijn ondertussen de laatste 50 kilometer uh, ingereden. En we hebben nog een peloton van zo'n 78 renners. De koproep van 10 zit nog altijd een Anderhalve minuut voor op het peloton, maar dat zal geen probleem moeten opleveren voor de favorieten. Want, uh, ja, anderhalve minuut en 46 kilometer is natuurlijk een makkelijke dichtrijden op een gewoon vlak parcours. En zeker op dit kassein parcours. De koploper is ondertussen op de haaghoek. En we rijden dan zometeen door naar de Molenberg, dus daar gaan we wel zeker vooraan moeten zetten. Ondertussen, uh, wat bidons aangeleverd. En uh, ja, zeker nu moeten we wel naar voren rijden, want een val ondertussen wel met onder andere Warren En uh, ja, Gil is natuurlijk niet echt de grote man in dit soort koersen. Als jullie er zijn, ondertussen wel aan kop aangetreden met onder andere Dillier, dat zal wel voor Oliver naast zijn. Uh, ook natuurlijk een van de favorieten. Kan goed over de kast zijn en heeft natuurlijk ook een redelijk sterke sprint nog. Maar er zijn nog anderen in deze koers, zoals uh, Peter Sagan en Greg van Avermat, om er maar twee te noemen, die dat ook kunnen natuurlijk. Want het is de Molenberg, een kilometer lang, maar eigenlijk is hij niet zo lang. Maar een PCM is hij dus een kilometer lang, gemiddeld 3%. Niet te zwaar, maar het zat, er zat natuurlijk een redelijk stijl stuk in. En van Tom is hij door wat achterop geraakt. We gaan dus proberen om hem weer vooraan te brengen. want... Dat is toch wel een van de laatste zware hindernissen. Is te ondertussen gevallen? Vooral leren we hier met Van Tomme en Delfos op de Pannenstraat rijden. Een redelijk lange strook. Tweetal kilometer. Maar als we hier goed doorkomen, moeten we in principe wel kunnen meestrijden voor die top 10 plaats. Zeker als de koproep dan ook nog eens ingelopen wordt. Die zet wel nog één minuut voor, maar het is nog altijd ruim 30 kilometer natuurlijk. Ondertussen uh, gaan de renners van Azure zijn achteruit en Kenny de Haas zit ook nog steeds achteraan eindelijk krachten. En uh, ja, echt uh, meespelen voor de derde eerplaats zal hij sowieso niet meer kunnen doen. Ondertussen lijkt Kus ook wel nog redelijk goed te rijden. Zit, uh, in het peloton terwijl van Tom opnieuw achteraan geraakt is. Maar. Hij zal wel nog naar voren kunnen rijden op het vlakke stuk op het asfalt. Er is nog één kasseestrook denk ik. En dat is de lange munten. Ondertussen uh, Van maakt vooraan het peloton. En daar een aanval van Marcel Sieberg. Maar gaat dat voldoende zijn om voor het peloton te kunnen uitbreven? Ik denk het niet. Kieszet ondertussen uh, achter ons, want uh, we zouden graag nog onze renners bevoorraden. Al is het misschien niet het beste moment op de lange munten, maar ja, het kan nu eventjes niet anders. Ondertussen haalt Kenny de Haas aan de kant, want hij wordt ingerekend. Van Tomme, ondertussen al achter moet opletten dat hij de voeling met de staart van het peloton natuurlijk niet verliest, maar hij kan blijven aanhaken en hij moet nu. Zo snel mogelijk naar voren terwijl we de laatste 20 kilometer inrijden. En uh, Del brengt Van Tomme mooi vooraan. Del Vos is nu wel de krachten en Van Tomme gaat het zelf moeten doen terwijl ondertussen Oliver Nassen al vertrokken is. En Niels Pollet zat in de koproep, had nog proberen om mee te gaan, maar ik denk niet dat dat lang zal duren. Want uh, de hele dag in de kop in de aanval zetten en dan nog met een frisse topfavoriet meegaan, dat zal in principe niet lukken. En daar zie je het al: Polly, het laatste lopen. Naasten heeft een kleine voorsprong van een kleine 10 seconden. Maar dat zal ook niet voldoende zijn om nog ruim 10 kilometer voor het peloton te blijven rijden. En inderdaad, hij laat laatste lopen. dacht ik. Maar dat is nog niet helemaal het geval. Maar nu al En een nieuwe aanval. Een nieuwe aanval van een Sunwaprennig. En Boer had in de tegen. Omdat het is Sky die in de tegenaanval ging. Maar het is alweer geneutraliseerd. En nu gaan we de laatste 10 kilometer in. En wij gaan ondertussen met Van Tommen een wiel zoeken. Om de sprint aan te gaan. Want ik denk wel dat het een sprint zou kunnen worden. Maar daar gaat Vanavond met een de tegenaanval. Op een, uh, een Cannondale Rennen zal ik maar zeggen. Want die naam. Duurt me eventjes te lang. Education First. En dan nog iets. En daar gaat opnieuw een Skirenner. Maar hij raakt helemaal niet weg. Dit was Kwiatkowski. En daar gaat nog een uh, Education First-renner. We zullen het op die naam houden. Lijkt me makkelijker. En we zijn ondertussen op ruim 5 kilometer van het einde. En van Tommen zit nog altijd in het peloton. En daar een aanval onder de boog van de 5. En het is valt die gaat, hier nog een kleine stuk maar die levert geen problemen op. En uh, ja, het lijkt een sprint te worden en ze vallen daar stil, wat zal ik doen? Ik ga proberen, maar nee, we zitten ook aan een aanval van Langevald. Een aanval van Langevald, niemand reageert. Dan zullen wij weer het tempo hoog houden. En hopelijk kunnen we nog iets doen in de sprint. We gaan de laatste kilometer in en wij gaan de sprint inzetten. Kunnen we een top 10 halen? Langevat is gewonnen, dat kan niet anders inderdaad. En wij bleven knap in de top 10. Ja, Sahan gaat 12 tweede worden voor Christophe. Maar wij worden denk ik zesde. Dus dat wat een schitterend resultaat. En deze reclamebol staat fijn in de weg. Maar dat deert ons niet want Wij zijn gewoon knap zesde geworden in deze omloop het nieuwsblad. Als we dan naar de uitslag kijken, zien we dat Sebastian Langevat de Koes gewonnen heeft. Peter Sagan werd tweede op enkele meters, maar wordt toch in dezelfde tijd gezet. Derde plaats is voor Alexander Christoph. Verder in de top 10 vinden we Matteo Trentin. Yves Lampaert. Maxime van Tommen dus als zesde. Zeer knap gedaan. Een zevende plaats voor Zdenek Stibai. Een achtste voor Oliver Naassen, Een negende voor Philippe Schilberg en een tiende voor Mikael Kwiatkowski. In het algemeen klassement bleef Michael Matthews wel aan de leiding staan. heeft wel geen punten gepakt, maar staat nu 13 punten voor op Peter Sagan, die dus wel duidelijk dichter is gekomen. Ook Philippe Joubert is dichter gekomen, staat nog altijd derde met 170 punten. Dan een execo op de vierde plaats met Mikal Kujatkowski en Arno De Maag. Verder hebben we nog Sonny Colbrelli. Sebastian Langeveld komt de top 10 binnen op een zevende plaats. Alexander Christophe staat 8, Greg van Avermaat 9 en de top 10 wordt afgesloten door Dennis van Winden. Dit was het dan voor deze wedstrijd. Volgende week gaat de Wereldbeker feitelijk met een koers in Italië de Strade Bianchi en ik zal je dan terugzien voor het vervolg van deze Wereldbeker. Tot volgende week en bedankt voor het kijken. Dag.